een workshop met de titel Maai jij al met beleid? Jullie kregen net bij binnenkomst, hebben jullie allemaal een sticky note gehad. En daarop vroeg ik jullie om je topprobleem voor onderhoud op te schrijven. Nou, en dat heb ik vooral gedaan om jullie even weer bewust te maken van, hey, onderhoud heeft ook problemen. Dat je er even over nadenkt. En nou even een check met de handen in de lucht. Wie heeft er geen probleem op kunnen schrijven? Dan krijg je er alsnog een. Wie heeft geen probleem met onderhoud? Nou, iedereen heeft problemen. Wie heeft problemen die in de categorie mensen vallen? Oh, dat valt mij mee. Ik denk, schades door mensen of schades door... Of mensen klagen over je onderhoud. Ja. Ah, oké. Okay. Goed zo. Ik hou het trouwens telkens heel kort. Probleem met dieren. Kijk. Een stuk of 10 handen zie ik. Hartstikke mooi. Problemen van natuurlijke aard. Ja, de dijk zakt harder dan de droogte. Dat, ja, heel goed. Ik zie de helft van een heel aantal handen. Problemen met beleid. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Er vallen er 6. Er vallen er heel wat in beleid, in het hokje beleid. Nou, daar komen wij straks op terug. Andere problemen die ik gemist heb. Te categoriseren. De organisatie van de uitvoering. Uitvoering. En ik zag daar nog een hand achterin. Technische ding. Oké, goed. We gaan niet op al die problemen in. We gaan wel een stukje beleid bij de hoorns pakken. En dat vonden wij van tevoren best spannende om de mensen van het beheer van het onderhoud mee te krijgen in een stukje beleid. Want, laat ik hem zo starten. Het speelt zich allemaal af op een vierkante meter gras. En wat speelt zich daarop af? Alle vormen van beleid. Er gelden wel 4 wetten die vallen over dat stukje. Er gelden regels van het waterschap. Er gelden andere doelen die het waterschap als bestuur stelt. Daar gaan we daar wat dieper op in. Even denken. Ik wilde even ingaan op de titel. Maaien al met beleid? Dat is de vraag aan jullie. Maaien jullie al met beleid? Ik probeer het thuis. Ik had 2 weken geleden, donderdag, vlak voor die hele harde bui, na die warme periode, zei mijn vrouw van, wil je het gras maaien? Heb ik voor de helft gedaan. Een beetje stroken rondom. Ik heb de helft laten staan, toen was ze daar niet mee eens. Ik heb een geweldige vrouw, we hebben eigenlijk nooit ruzie erover, behalve het gras. Daar vind ik eigenlijk van, het mag wat langer doorschieten. Zij het niet over eens en zij wilde ook geen maaien van stroken. En ja, ik heb de ruzie voorkomen door gewoon het toch maar allemaal egaal te maken. En ik... Maar waar ging het nou mis? Wij hadden van tevoren niet afgestemd welk streefbeeld we eigenlijk wilden hebben voor onze tuin. Wat voor soort tuin zou het moeten zijn? Wat willen we nou eigenlijk? Dus ja, dat gaan we de volgende keer voorkomen. Ik neem een mooie bos bloemen voor haar mee van de Grebbedijk. Want daar zitten inmiddels bij ons in Wageningen zoveel soorten op. Verschillende kleuren, soortenrijkdom, 20 à 30. Dus ik denk dat ze daarna misschien wel overstag gaat. Maar goed, dat ter inleiding. Heel kort, de workshop. Als doel hebben wij om jullie mee te nemen. Hoe kun je nou zelf zo'n streefbeeld voor een dijk die van allerlei beleidseisen afhankelijk is, hoe kun je dat zelf afleiden voor ieder dijkvakje dat je hebt? Wij willen eigenlijk met deze workshop het eenvoudiger maken. Dat het niet zo beladen of moeilijk streefbeeld wordt. Het moet wat eenvoudiger worden. We willen jullie een beetje gevoel bij gras laten krijgen, bij die eisen aan gras. Even checken, wie heeft er al eigenlijk gevoel bij gras? Ja, we zitten bij het juiste publiek. In ieder geval de helft die heeft er al gevoel bij. En het mooiste zou zijn als jullie vanavond, een terugblik op deze dag, aan mensen over wie je deze dag vertelt, even aangeeft van, ik heb een workshop bij gehad en ik heb een ander beeld over mijn
tuin. Ik heb een ander beeld over hoe ik met mijn dijk zou willen omgaan. En ik ga mijn collega's daarover informeren van hoe wij het eigenlijk zouden kunnen of moeten doen. Ik ben eigenlijk mezelf voorbij gegaan in de zin van, ik heb me nog niet voorgesteld. Ik ben Reinert Stellingwerf. Ik ben dijkadviseur bij het waterschap, bij de beheerafdeling. Naast mij Hilke Put, die is adviseur beheer en die heeft de Eemdijken onder zijn hoede. En Guido, adviseur beheer met de noordelijke dijken tussen Elburg en Globaal Kampen. Had hem zelfs. Ja. Heel kort over... ik ben vergeten door te klikken. Dat... Ja, hier staat het programma. Wat we gaan doen, het tijdsplan, heel kort. Nou, ik ben al veel te lang aan het woord. De combinatie van waterveiligheid en biodiversiteit. Daar gaat Hielke jullie in leiden. Daarna gaan we zelf aan de gang. 20 minuten, kwartiertje. En daarna halen we de vragen van jullie of de ervaringen van jullie met die... Dat zelf aan de gang gaan, halen we graag op. En wil ik tenslotte nog wat delen waar wij als organisatie tegenaan lopen. Of nu steeds minder. Dus dat even voor het programma. Voor dit moment. En ik geef dus de floor aan jou. Dankjewel. Ik neem jullie even mee in een stukje achtergrondinformatie. Wij als waterschap zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijken. En dat onderhoud dat moet weer aanbesteed worden. En toen gingen we met de beheerders om tafel. En die zeiden, ja, maar wanneer doen we het nou echt goed? Conform beleid. Hè, voor iedereen ook. Toen hebben we eigenlijk een uitvoeringskader opgezet. Dus we hebben al het beleid bij de kop gepakt. Wat hebben we nou binnen het waterschap aan beleid? Hebben we getrechterd. Kijken, waar zitten de inconsequenties? Kan het allemaal samen met elkaar, ja of nee? En zo hebben we een uitvoeringskader opgesteld. Volgens mij moet ik al naar de volgende. Nou, waar hebben we naar gekeken? Nou, de dijk die is natuurlijk voor de waterveiligheid, dat is het belangrijkste. We hebben ook biodiversiteitsdoelen en opgaves. Het doel uit ander beleid, we hebben van doen met de wet natuurbescherming. Daar is een gedragscode uit voortgekomen. En vervolgens ook ecologische werkprotocollen, waar we met de onderhoudswerkzaamheden aan moeten voldoen. We hebben een beleidstuk veilige en bloemrijke dijken. Dat gaat in op het nectaraanbod ten alle tijden, jaar rond, en de bloemrijkheid. Verder hebben we nog een stukje duurzaamheid en circulariteit. Daarbij kun je denken aan de afzet in de kleine kringloop en de ladder van Lansing. En een stuk medegebruik op de dijk. Van de beheerders kwamen ook vragen over hoe we omgaan met probleemsoorten. Daarvan hebben we eigenlijk ook deels verwezen naar handreiking grasbekleding. Daar staat heel veel informatie al op. Even voor deze workshop. We gaan in op de waterveiligheid en de biodiversiteit. In het uitvoeringskader zijn deze doelen ook verder meegenomen. Kennen jullie toevallig dit schema van handreiking grasbekleding? Ja. Kunnen jullie even je hand opsteken als jullie bekend mee zijn? Dat is wel aardig wat, maar ook ik zie ook dat een aantal handjes omlaag blijven. Ik zal hem even kort proberen toe te lichten. Doet de pointer het? Even kijken. Nee, nee, ik kan niet op scherm. Nee. Nou, links zie je de bedekkingsgraad staan. In het midden het vegetatietype en rechts de zodenkwaliteit. Nou, die dijk, die toplagen, die worden getoetst. Stel nou, er wordt vanuit de toetsing komt naar voren dat het een open zodenkwaliteit moet hebben. En je hebt bijvoorbeeld vegetatietype H1. Volg je de oranje lijn en dan zie je dat je een bedekking meer dan 70% nodig hebt. Dus heb je een open zodenkwaliteit nodig en je hebt dominant vegetatietype H1, heb je een bedekking meer dan 70% nodig. Nou, en zo kun je het schema alle kanten oplopen. Nou, we gaan vandaag even in op de hooilandtypes, H1, H2 en H3. En die nummers daarachter, die zeggen wat over je soortenrijkdom. Nou, deze twee eisen, waterveiligheid en biodiversiteit, die hebben wij proberen te combineren. Dat hebben we in een tabel gezet. Nou, ga ik eerst even de linkertabel van de waterveiligheid toelichten. Zie je in de linker kolom het vegetatietype aanwezig staan. Dus het vegetatietype nu. Dat zijn H1, H2 en H3. Stel dat er uit de toetsing komt dat een open zoden volstaat, dan heb je bij een H1 een bedekking groter dan 70% nodig. Bij een H2 een bedekking van 40 tot 50% en bij een H3 idem. Als er uit de toetsing komt dat een gesloten zoden noodzakelijk is, dan zul je H1 willen ontwikkelen naar H2 met een bedekking groter dan 70%. H2 moet je voldoen aan je bedekking groter dan 70% en H3 geldt hetzelfde voor. Er zijn ook locaties waar je geen eis aan de zodenkwaliteit hebt.
Nou, omdat er in de toetsing rekening is gehouden met die open zoden, dat ze daarmee gerekend hebben, hebben wij hier ook gezegd, als er geen eis aan de zodenkwaliteit is, willen wij minimaal die open zoden behouden. Dan hebben we nog andere maatwerklocaties. Dat is bijvoorbeeld op locaties waar overslag plaatsvindt, of dat water over de dijk heen loopt, dus ook het binnentaluut sterk moet zijn. Dan zul je H1 ook moeten ontwikkelen naar H2 met een bedekking groter dan 70%. H2 wil je dan behouden met je bedekking groter dan 70%. En H3 moet je zorgen dat hij niet lager komt dan H2 voor de waterveiligheid en die bedekking groter dan 70%. Even de tabel van de biodiversiteit. Dan zie je ook weer de vegetatietypes nu aanwezig. Nou ja, de biodiversiteit hebben we als opgave om die te vergroten. Dus die zouden we het liefst ook willen ontwikkelen. En die H1, dat is dus soortenarm hooiland. H2 is meer soortenrijk. Dus je wil, als het kan, H1 ontwikkelen naar H2. H2 naar H3. En H3, die kan niet hoger. Moet je alleen zorgen dat hij niet degradeert naar een ruigte. Dus als het vegetatietype niet omhoog kan door bijvoorbeeld grondslag of andere omstandigheden, dan wil je proberen in stand te houden. Dan zul je H1, minimaal H1 willen behouden, H2 willen behouden en H3 ook willen behouden en die verruiging tegengaan. Is dit een beetje helder? Ik zie allemaal mensen ja knikken, dat is fijn. Dan gaan we even naar de toelichting van de casus waarmee jullie zo aan de slag gaan. Dan geef ik het woord aan Guido. Jullie krijgen daar deze schema's nog eens om hem op in te laten. Ja, zometeen gaan jullie hiermee zelf aan de slag. De tabellen die Hielke net liet zien, die krijgen jullie zometeen uitgereikt. En daar gaan we eigenlijk doen wat wij, wat wij nu ook aan het doen zijn. Nou, hier zie je wat wij eigenlijk gedaan hebben. Wij hebben het in een GIS-systeem. Daar hebben wij in tabellen hebben we eigenlijk al onze gegevens staan van alle onderhoudsvlakken. Die zijn geo gebaseerd. En voor de opdracht nu zometeen hebben we een stukje van de IJsseldijk hebben we daarvan uitgenomen. En dan zie je al, ja, het is voor jullie niet te lezen, is ook niet van belang nu. In het GIS-systeem zijn allemaal data van de huidige vegetatietype. En nou ja, je kunt er ook inzetten, dus van wat is het streefbeeld. Ja, en zo kijk je eigenlijk daar verder naar. Nou, hier zie je hem eigenlijk in het groot. Hier zie je eigenlijk ook de huidige vegetatietype uit de opname. Het gele is daar is een H1 op dit moment aanwezig. En in het donkergroene gedeelte is een H2 aanwezig. We gaan zo meteen, ik ga zo meteen even een voorbeeld geven van dijkvak 9. Dan kunnen we even doorlopen van wat gaan we, hoe gaan we nou eigenlijk hiermee aan de slag. Nou, deze krijgen jullie zometeen dus uitgedeeld. We gaan even kijken hier naar vak 9. Nou, wat we als eerste doen is, we kijken naar de waterveiligheid. Wat is op dit moment je huidige vegetatietype? Nou, die zien we hier in de eerste, de derde kolom eigenlijk, zien we die staan. Dus op dit moment hebben we daar een H1. Nou, we zien al een aantal lege vakjes. Die hebben we expres voor jullie leeggelaten, zodat jullie zelf een streefbeeld kunnen gaan bepalen. Dus stel, we hebben hier het streefbeeld nog niet bepaald. Hoe komen we daar dan achter? Nou, we willen een veiligheidsklasse, een open zode hebben. We zien dat het vegetatietype hoger kan dan dat het momenteel is. Nou, dan gaan we eigenlijk eerst de kolom, zoals Hielke al zei, van waterveiligheid doorlopen. We hebben een H1. We hebben een open zode nodig. Dan hebben we een bedekking van meer dan 70% nodig. Nou, we zien dat we op het moment hebben een bedekkingsgraad van maar 30%. Dus die voldoet daar al niet. Als we dan zou je hem eigenlijk dus naar die 70% willen hebben om de open zoden kwaliteit te krijgen. Maar als we gaan naar de tabel van biodiversiteit, hebben we dus H1 is momenteel het vegetatietype. Hij kan omhoog, dus we willen hem ontwikkelen naar een H2. En zodra je dan een H2 hebt, heb je eigenlijk ook aan een bedekking van 40-50% voldoende. Dus dan zal die alsnog omhoog moeten, maar als je het voor elkaar krijgt om een H2 te krijgen, dan is dat dus niet meer nodig. Nou,
Wat gaan we doen? Zometeen staan een aantal tafels achter jullie. We gaan groepjes van 2 à 3 personen maken. Ik denk dat 3 personen wel mag als ik de groepsgrootte zo zie. Misschien 4 ook nog wel. En anders een beetje verdelen. Jullie krijgen dus de tabel met de gegevens. En een kaart van de IJsseldijk, van waar deze zich bevinden. We krijgen 15 à 20 minuutjes. Hebben we nog 20 minuten? 10. Oh. Rijn de toch te lang gepraat. Nou, wat gaan jullie doen? Zoals ik al zei, we gaan eerst het dominante vegetatietype opzoeken. En dan gaan jullie de tabellen gebruiken. En dan ga je de ontbrekende gegevens invullen. Hoeft niet helemaal af. Als jullie er niet uitkomen, wij lopen rond. We gaan jullie ermee. Ik durf jullie bijna niet te onderbreken. Ja. Maar ik doe het toch. Ja. Als jullie weer even verzamelen. We hebben de juiste antwoorden of de antwoorden waarvan wij denken dat ze juist zijn, die hebben we zo. Hoe vonden jullie deze oefening? Wil iemand er wat over zeggen? Ik heb het net al aan Reindert laten weten en ook even met Peter over gehad. De component doorworteling ontbreekt in dit model. Wat natuurlijk bij het nieuwe WBI 2017 wel een dominante factor is. Dus ik denk wel dat een beheerder ook die doorworteling in zijn beoordeling moet meenemen. Dus de zodenproef ermee in plag steekt en eraan trekt om te kijken, is die gesloten of open? Ja, dankjewel. Belangrijke aanvulling inderdaad. Die doorworteling is inderdaad belangrijk voor de sterkte van je grasmat. Ik had nog wel één gedachtegang eigenlijk. We kijken hier nu ook al aan naar behoud van erosiebestendigheid natuurlijk. Je vegetatietype en alles. Je kunt dan bepaalde plekken, met name binnen taluds, vaker met open bekleding toestaan. Of je dat altijd vanuit beheeroogpunt of onderhoudsoogpunt moet willen, is ook maar de vraag. Ik vind het wel lastig om toch vegetatietypes te versterken. Maar daarbij ook de bedekkingsgraad voldoende te houden, zodat ongewenste soorten, zoals bijvoorbeeld een JKK of zo, wat minder grip weer hebben. Dat is toch wel iets waar ik wel mee worstel. Dat is ook wat we in de tabel eigenlijk hebben gezet. Ja. Er is eigenlijk, hebben we erbij gezet bij de kwaliteit ijs, geen zodenkwaliteit benodigd. Dus dat kan zijn als die overgedimensioneerd is of als we een damwand hebben. Er was nog gezegd dat we minimaal een open zoden willen hebben. Als een soort no-regret maatregel. We willen niet dat die naar een gefragmenteerde zoden gaat. We willen niet dat die helemaal kaal slaat. En daar hebben we eigenlijk als soort basis willen we minimaal de open zoden behouden. Ik denk wel heel goed. Ik denk dat je juist misschien wel robuuster moet gaan denken in de klimaatontwikkeling die we nu zien. We hebben best wel 3 droge zomers op rij gehad. Alles wat nu een open zoden is op een wat zonnige wintertaluut, is maar zo fragmentarisch het jaar erop. Nou, dank jullie voor het actieve meedenken in deze workshop en zelf proeven even hoe dat voelt om zelf een streefbeeld te bepalen. Ik weet niet of veel mensen al het echt in het dagelijks werk wel eens hebben gedaan. Vegetatietype toewijzen aan dat stukje dijk zou eigenlijk dit moeten zijn. Maar ik hoop dat jullie er in ieder geval gevoel bij hebben gekregen. Even ter afsluiting, even onze ervaringen. Een paar wil ik noemen. Eerste is de uitgewerkte sheets van wat wij dachten dat de antwoorden zouden moeten zijn en waar wij op neergekomen zijn aan typering. Die staan hier, die kun je daar ook meenemen. Ik heb ook nog een aantal exemplaren van het uitvoeringskader beschikbaar. En dat is eigenlijk het stuk waarin niet alleen die 2 tabellen van biodiversiteit en veiligheid gecombineerd worden. Er staat ook een stappenplan in hoe je dit werkje wat jullie vanmiddag hebben gedaan zelf doet. Er staan hoofdstukjes over die eerder al genoemd werden. Over circulariteit. Een hoofdstuk over hoe je omgaat met plaagsoorten. En dan heel beknopt, heel eenvoudig gehouden. Dus alle de beleidsmatige afwegingen eraf, maar gewoon dit is het beleid. Zo zou je dit in de praktijk kunnen uit gaan voeren. Hebben we dus minimaal gemaakt, een simpele
handreikingen, zal ik het maar noemen. Die willen we ook beschikbaar stellen via de handreiking grasbekledingen. Dan nog iets bij de handreiking grasbekledingen. Hebben wij die mooie dat structuurschema, dat stroomschema gebruikt. En daar kreeg ik net een opmerking over van ja, die is ook niet helemaal kloppend of zaligmakend. Nou, daar gaan we de komende jaren ook onderzoek op doen. Van jullie zou ik graag nog terug willen hebben, commentaar misschien dadelijk wel, voor degene die dit uitvoeringskader lezen. Geef ons commentaar, geef ons adviezen om dit nog sterker te maken. Wij weten nog niet zoveel hoe we omgaan met de weetjes. We hebben het nu over de haartjes gehad, hè? De hooilandtyperingen, de weidelandbeheertyperingen. Daar zouden we eigenlijk ook nog wel wat kennis over willen opdoen. Dat was het wat mij betreft. Jullie allemaal succes met het halen van hoge haartjes. Dus blijf daarnaar streven. In de tuin, bij je thuis en ook op de dijk natuurlijk. Ik neem deze mee. Deze neem ik uit de Wageningse dijk mee naar huis voor mijn vrouw. Om het toch maar uit te leggen dat we dat strokenbeheer toe kunnen passen. Die heb ik vanochtend in Wageningen weggehaald. En ik heb de brandnetels, want ook die hebben wij. En de zuuring, de gebiedsbeheerder wil graag dat ik ze eruit trek. Maar die heb ik toch laten staan dit keer. En de pluizenbollen, die heb ik ook laten staan. Want die dacht ik, die krijg ik niet mee. Daar mag ik mee geven. Ik ben van hetzelfde waterschap. Ik zal er even staan. Ja. Maar het is, dit is uw niet wat de jongens gedaan hebben. Ik ben beheerder van de IJsseldijk. En we zijn bezig met een nieuw dijkbestek, om te ontwikkelen met een nieuw beeldbestek. Dat hadden we ook. Die is 8 jaar heeft hier gelopen. Dat hebben we ondertussen. De bijvrienden Maaien is daar ingevoegd. Maar goed, wij zaten daar een beetje mee als beheerder samen bij elkaar voor een nieuw bestek. En dan zaten onze adviseurs zaten daarbij en zeiden van, zoek eens bij elkaar van wat is er wel aan beleid? Wat moeten we wel, wat moeten we niet? En dat hebben ze gedaan. En als ik nu zie hoe een mooi stuk dat ze bij elkaar gezocht hebben, eenvoudig te gebruiken, gaat ook mooi mee als een aanhangsel bij het bestek. En is ook een uitgangspunt voor een beeldbestek wat eind dit jaar opnieuw op de markt komt. Ik vind dat ze een heel goed applaus verdiend hebben.